Herinner je nog dat moment dat nadat we de eerste keer een bijzondere avond hadden gehad, dat we toen een gesprekje hadden op het Waalstrand? Herinner je dat nog? Had jij erover nagedacht voordat je mij ontmoette of je een vriendin wilde die ook bekend was met Wake Up, met mindfulness, met boeddhisme? Ik denk dat het onderbewust wel heel erg meespeelt voor mij. Dat ik voel van, het klopt, weet je, alsof je op meerdere manieren met elkaar klikt. Dus we zijn allebei op zoek naar van wat drijft ons echt? Waar voelen we ons? Ja. Waar voelen we ons in thuis? Voelen we dat ook bij elkaar? Voelen we dat ook bij onszelf? En dat is iets waar de beoefening denk ik heel erg bij heeft geholpen. Omdat we allebei heel erg, we willen alles uit het leven halen, denk ik. Dus ook met plezier, maar we... We proberen dat echt in contact te doen. Ja, en dat we de dingen ook niet uit de weg gaan. En ook met elkaar. En ja. dat is echt wel iets wat ik bijzonder vind aan onze band. Herinner je nog dat moment dat we in het begin net, want we kenden elkaar al een tijdje. Voordat we gingen daten. Maar dat nadat we de eerste keer een bijzondere avond hadden gehad, dat we toen een gesprekje hadden op het Waalstrand. Herinner je dat nog? Ja, toen was het heel erg een tijd van zoeken. Dat gewoon zoeken was geweest. Ja. Maar hoe voelde dat voor jou? Als ik heel eerlijk ben, denk ik dat dat echt een go of no-go was in onze relatie. En wij hebben toen een afspraak gemaakt waar we net allebei weer aan werden herinnerd. Die we echt wel hebben gehouden, denk ik. Namelijk dat we zelf uiteindelijk de verantwoordelijkheid voor onszelf hebben en onze emoties. En daar helpt mindfulness mij heel erg bij. Ja. En weet je ook wat we in het begin heel veel deden? Is dat wat we ook van Thich Nhat Hanh hadden geleerd, om samen te gaan zitten af en toe en beginningen nieuw te doen. Dat je even terugschakelt en eigenlijk de aspecten in elkaar benoemt die je ook heel gewaardeert en die je misschien soms niet benoemt. Dat hebben we in het begin ook heel veel gedaan. Ja. En dat is iets wat wij ook van Thay hebben geleerd. Van als je iemand ergens op aan wilt spreken, is het ook goed altijd om eerst de positieve zaadjes water te geven. En we hebben denk ik ook geleerd dat je altijd opnieuw kan beginnen. Want we hebben ook wel eens een kutgesprek gehad aan de telefoon. Dat ik toen... Ruzie, met andere woorden. Ja, en dat ik toen op een gegeven moment zei, kunnen we dit gesprek ook gewoon overnieuw beginnen? Dat we gewoon letterlijk weer hallo gingen zeggen en kijken of we op een andere manier weer contact konden maken. En dat, voor mij zou het dan echt zo werken dat ik dan, of werkt het eigenlijk zo, dat ik dan ook weer bewust word van ja, oh ja, ik wil niet ruzie met je maken, maar er zit blijkbaar iets wat ons dwars zit. Nou, laten we gewoon wel even weer afstemmen op dat we elkaar lief vinden, dat we er graag samen uit willen komen. Ja, of in ieder geval, of misschien vinden we elkaar, daar ben ik het niet mee eens. Nee? Of misschien vinden we elkaar helemaal niet lief in dat moment, maar kunnen we wel opnieuw luisteren. Maar er zit wel iets verschil begrijpen. Misschien tussen dan in zo'n moment lief vinden en weten dat je van elkaar houdt. Ja, maar ik denk, ja, voor mij voelt het zo dat je weet dat je van elkaar houdt. Dat ligt heel dieper onder. Maar elkaar lief vinden, dat is niet altijd mogelijk. En dus dat gewoon te durven toegeven en dan te voelen van oké. Maar ik wil wel heel graag luisteren. Ja. Ik wil wel weer terug naar jou. Maar het is vaak ook wel hard werken. Ja. Tenminste, zo voel ik het wel. Zo voelt het wel. Hè? En we kunnen elkaar daarin scherp houden. Dus onze relatie helpt onze beoefening. Maar onze beoefening helpt ook onze relatie, denk ik.